Welkom bij de kennisclip Wat zijn evenwichtsreacties? Na deze kennisclip kun je vertellen wat een dynamisch evenwicht is, je kunt vertellen wat een aflopende reactie is, je kunt vertellen wat een omkeerbare reactie is, je kunt vertellen wat een evenwichtsreactie is en je kunt vertellen hoe een evenwicht zich instelt. En daarnaast kun je ook nog vertellen wat een homogeen en een heterogeen evenwicht is, dus dat is een hele waslijst. De kennisclip heeft drie onderwerpen, het onderwerp dynamisch evenwicht, het onderwerp evenwichtsreacties en het onderwerp homogeen en heterogeen evenwicht. Maar laten we starten met het begrip dynamisch evenwicht. En stel je hebt een vat en dat vat vul je voor de helft met water. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Er gaat water verdampen en dat komt in de, in de, in de dampfase. Maar er zal ook uh, water gaan, uh, gaan condenseren. Op een gegeven moment verdampt er net zoveel water als er condenseert. Dus daardoor kun je een is-tekentje tussen het condenseren en verdampen zetten. Um, en op dat moment als er evenveel ontstaat, dan dat er wordt afgebroken, of hoe, nou, hoeveel dat er condenseert als verdampt. Dat noemen we een dynamisch evenwicht. Dus het lijkt alsof er niks gebeurt, want de hoeveelheden in elke fase blijven hetzelfde. Maar er gebeurt heel veel, want er is een continu proces van condenseren en verdampen, maar netto gebeurt er niks. En dat noemen we dus een dynamisch evenwicht. En in de scheikunde geven we dat aan met een dubbele pijl en die wij ook al bijvoorbeeld bij zuur- en zuurbazenreacties tegenkomen. Ja, nu je weet wat een dynamisch evenwicht is, dan kunnen we gaan kijken naar evenwichtsreacties. Nou, voordat we naar de evenwichtsreactie zelf gaan, uh, eerst een rijtje van een aantal chemische reacties. En de eerste is een aflopende reactie, een omkeerbare reactie en een evenwichtsreactie. En straks moet je voor alle drie kunnen uitleggen wat die inhouden. Laten we starten met een aflopende reactie. Een aflopende reactie is een reactie die in één richting verloopt. En zoals we de chemische reacties opschrijven, is dat altijd naar rechts. Dus van links naar rechts. Bijvoorbeeld de verbranding van methanol. Je hebt methanol met zuurstof en dat geeft CO2 plus H2O. En die reactie kan maar één kant op. Dan is naar de kant naar de CO2 en de H2O. Dan. Is er sprake nog van omkeerbare reacties? En dat zijn reacties die beide kanten op kunnen. Een voorbeeld daarvan is de elektrolyse van water. Nou, de reactievergelijking daarvan is 2H2O geeft O2 plus 2H2. En als je O2 en 2H2 hebt, dan weet je dat je die weer kunt omzetten tot uh, water. Dus O2 plus 2H2 geeft. H2O. Nou, in dit geval is er sprake van een reactie die omkeerbaar is, want hij kan de ene kant op en hij kan de andere kant op. Maar let op, dat gebeurt nooit tegelijk. Dus die reacties verlopen niet onder dezelfde omstandigheden, want bij de elektrolyse van water heb je elektriciteit nodig om dat water te splitsen. En bij de verbranding van waterstof heb je nou, diezelfde zuurstof en waterstof nodig, maar. Daarbij komt heel veel warmte vrij en krijg je dus een vlam. Dus een omkeerbare reactie, die kan beide kanten op, maar nooit op hetzelfde moment. Nou, laten we kijken naar een voorbeeld om te gaan kijken naar die evenwichtsreacties. Nou, je kunt methanol maken uit koolmonoxide en waterstof. En die reactie ziet er als volgt uit: CO plus H2 geeft CH3OH. Als je een fabriekje hebt, wil je natuurlijk dat het heel snel gaat. Nou, heb je enig idee um, hoe je die reactie kunt versnellen? Nou, dat zou bijvoorbeeld door de temperatuur te verhogen zijn, maar dan ontstaat er een probleempje. Want bij hoge druk en temperatuur, dan uh, gaat die methanol die je gevormd hebt die valt weer uit elkaar in koolmonoxide en H2. Uh, op dat punt is er sprake van een evenwichtsreactie. En een evenwichtsreactie is een omkeerbare reactie die onder dezelfde omstandigheden verloopt. En dat geef je chemisch zo aan. CO plus 2H2 geeft CH3OH, maar ook de omgekeerde reactie CH3OH geeft 2H2 plus CO. En die evenwichtsreactie dat geven we aan met een pijl. En dat betekent dus dat die reactie onder dezelfde omstandigheden ook weer terug kan. Nou, dan gaan we kijken naar het instellen van het evenwicht. Dat heeft nam namelijk wat tijd nodig. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een aflopende reactie. En bij de kennisclip over uh, reactiesnelheid heb je deze grafiek ook al gezien. Een reactie gaat eerst heel snel. Nou, dan zijn de producten gevormd. En uiteindelijk stopt die reactie en uh, uh, gaat de reactiesnelheid uh, die gaat naar nul. En dan uh, is die reactie klaar. Bij evenwichtsreacties is dat anders. Want bij, bij een evenwichtsreactie heb je twee reacties. Zeg maar de reactie naar rechts en de reactie naar links. Nou, hier zien we bijvoorbeeld de reactie naar rechts. Hij begint weer heel snel. Loopt dan af en hij blijft dan op een bepaald moment hangen. Dus die reactie, en daar zie je dat dynamisch evenwicht, die, die zal dus nooit helemaal stoppen, omdat er een tweede reactie loopt, dat is de terugreactie. Dus van je reactieproducten, die vallen weer uit elkaar in, in je producten. Uh, dus die begint heel langzaam, loopt langzaam op, die reactiesnelheid van die tweede reactie, en dan blijft die hangen. En uiteindelijk heb je het evenwicht. Bij uh, T2, waarbij de reactie van de vorming van de producten gelijk is aan de reactie van het elkaar vallen van de uh, producten. Dus uh, uh, de reactie naar links en rechts loopt met dezelfde reactiesnelheid. Dus dat is uh, ja, het instellen van het evenwicht, dat duurt uh, meestal even. Dan heb je nog het uh, onderwerp homogeen-heterogeen evenwicht. Uh, te goed. Um, nou, die wij ook al eerder tegenkomen die termen homogeen, heterogeen bijvoorbeeld bij katalysatoren uh, maar ook bij, uh, bij reactiesnelheid en een homogeen evenwicht dat betekent dat alle deelnemende stoffen zich in dezelfde fase bevinden bijvoorbeeld deze reactie wat we net gezien hebben de vorming van methanol uit koolmonoxide en waterstof uh, hierbij zie je dat al die drie stoffen de, de grondstoffen en het product die zitten in de gasfase, dus in dit geval is er sprake van een homogeen evenwicht. Een heterogeen evenwicht dat spreekt dan eigenlijk wel voor zichzelf. Um, alle deelnemende stoffen bevinden zich niet in dezelfde fase. Bijvoorbeeld ijzersulfide, dat is een slecht oplosbaar zout. Dus er, die, ja, slecht oplosbaar, dat zegt wel dat die een beetje oplost, maar ook daar is sprake van een evenwicht. Dus die FeS die valt uit elkaar naar Fe2 en S2 min, maar gaat ook neerslaan. En dan is er weer sprake van een evenwicht. Nou, in dit geval is ijzersulfide is een vaste stof en de ionen die zitten in oplossing. Dus dan is er sprake van een heterogeen evenwicht. Nou, hier wil ik het even bij laten. Als het goed is. Kun je nu vertellen wat een dynamisch evenwicht is? Je kunt vertellen wat een aflopende reactie is. Je kunt vertellen wat een omkeerbare reactie en een evenwichtreactie is. Je kunt vertellen hoe een evenwicht zich instelt. En je kunt vertellen wat een homogeen en heterogeen evenwicht is. Eh, is sorry. Dat was het voor deze keer. Hartstikke bedankt voor je aandacht. Kan zijn dat je niet allemaal gesnapt hebt. Dan zou ik zeggen van, nou, spoel nog een keer helemaal terug naar het begin en luister de, de, uh, de kennisclip nog een keer. Eventueel wat aantekeningen maken, dat wil ook nog wel een keer helpen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, tot de volgende kennisclip.